Het busstation bij de Kralingse Zalm in Rotterdam, 9:45 vanochtend. Tientallen huisartsen verzamelen zich hier om af te reizen naar de manifestatie in Amsterdam. Omdat we willen laten zien aan de minister, maar ook aan de bevolking, dat het op dit moment echt heel slecht gesteld is met de bezuinigingen en met de kortingen op de gezondheidszorg. Maar eerder deze week zei een hoogleraar juist dat huisartsen helemaal niet zielig zijn. Ze zouden genoeg verdienen, zeker als je dat vergelijkt met hun collega's in Europa. Het belastingssysteem is hier anders. Ik vind daar helemaal niks van. Ik woon niet vrijstaand? Ik woon niet vrijstaand, nee. Duizenden huisartsen kwamen naar de RAI in Amsterdam om te protesteren. Met als gevolg dat hun praktijk vandaag gesloten was. En dat leverde op andere plekken extra drukte op. Goedemorgen met de huisartsenpost. Bijvoorbeeld bij de huisartsenpost naast het Sint-Franciscus-gasthuis in Rotterdam. Het is vandaag drukker dan een weekenddag, ja. Aan de telefoon is het veel drukker. Terwijl veel collega's in Amsterdam zijn, moeten sommigen gewoon aan het werk op de huisartsenpost. Zoals deze dokter. Want even gewoon langs de huisarts, dat ging vandaag dus niet. Ik heb geen enkele klacht gehoord. Men heeft er wel begrip voor. Ik vind het wel natuurlijk lastig, want dan moet het toch anders geregeld worden dan dat ze gewend waren. En juist vandaag hadden ze tijd genomen om naar de huisarts te gaan en blijkt dat het niet kan. Maar dat kan pas morgen weer, want dan zijn de huisartsen gewoon weer aan het werk.